Bonaire vind je veel dingen die niet anders zijn dan hier. Van kaas in de supermarkt tot aan straatnamen. Toch zijn er ook dingen anders. Zo is er een veel warmer klimaat en liggen er het hele jaar door cruiseboten met daarop nieuwsgierige toeristen. Oh ja, en er zijn natuurlijk flamingo's in het wild. Dick Draaier is correspondent in het Caribisch gebied. Volgens hem zijn ook de prijzen voor groenten een opvallend verschil. Kijk, de broccoli is hetzelfde als in Nederland, maar de prijs stijgt bijna 11 euro voor een kilo. En dat is aan onze kant van de oceaan zo'n 3 euro. En nog iets dat anders is, kinderen dragen op school een uniform. Om 12 uur gaan alle scholen uit. Deze kinderen vertellen hoe het is om op Bonaire te wonen. We houden van zwemmen op Bonaire, want dat is de ding dat we de meeste hebben, ja, de strand. Het is een soort van het populairste op Bonaire. Toch zijn er ook dingen die beter kunnen volgens deze kinderen. De wegen. Want de wegen zijn echt heel erg slecht. In Nederland heb je echt heel veel fietspaden, maar op Bonaire niet echt zoveel. Ja. Hoe ga je dan naar school? We gaan in de auto naar school. Zijn er een paar bussen? Bonaire, not in job, because they are sick. Na Hollanda, ding. Pasta, maar staan te kosten ja, zie. En dat vanuit Nederland nu hun koning, koningin en prinses op bezoek zijn, vinden de kinderen belangrijk. Ik voelde meer connecties, want er zijn veel Nederlanders op Bonaire. Er is een regering in Nederland die ons steunt en dat is heel belangrijk. Doordat Bonaire een klein eiland is, kunnen we soms onszelf niet steunen. Dus dan hebben we een grotere land nodig die ons kan steunen en ons helpen tussen crisis als we het nodig hebben. En mocht prinses Amalia zich tijdens haar bezoek vervelen, dan hebben deze kinderen nog wel wat tips. Ze moet gaan duiken. Want? Want de vissen zijn mooi. Amalia moet echt gaan proberen de bakastoba of een sopi. Of de jambo. Amalia zou moeten leren papiamento, zodat ze beter kan communiceren met de mensen op Bonaire en hun beter kan begrijpen.